Dus omdat ik eraan heb gezeten, wou je het niet meer. Nee, maar het gaat om de manier hoe. Wat ben ik vies? Ik heb gedoucht. Ik heb gedoucht wanneer? Voordat ik... Wallah, vandaag. Nee, man. Oh, nee, man. Jij bent je bent veranderd. Hey, bam. Vroeger had je uit mijn kont. What up mensen en welkom bij alweer een nieuwe Brain Farts. Mijn naam is Nessim. En mijn naam is vieze, gore, vettige, was mijn handen niet, Frasie. Dat is wel jouw naam. Ja. En achter schermen hebben we ook een vieze, gore, vettige Noortje. Noortje. Hallo Noortje. Nou, daar ga ik niet mee akkoord met deze introductie. Zo mooi als het is mijn laatste aflevering, hè? En dan ga je me zo... Nee. Ja, dat kies je helemaal zelf voor. Ik denk, kijk, Noortje, we hebben ook een bepaalde boosheid in ons, omdat je weggaat. Ja, ja, wij zijn emotioneel. Zeg maar, wij kunnen zeg maar aardig tegen je gaan doen, maar om de emotie en de pijn zeg maar te onderdrukken, moeten we kut tegen jou gaan doen, zodat het minder pijn doet. Snap je? Kan je dat begrijpen? Kutwijf. Kinderachtig. Oh. Wat? Wij zijn kinderachtig. Wij zijn kinderachtig. Maar zij gaat weg omdat de jij Stuk TV een betere podcast heeft. Wauw, ga jij naar Stuk TV? Wauw. Is dat wat je nu gaat doen? Zij gaat bij bankzitters. Zij... Wat? Wauw, ze zeggen we hebben nog sidekick nodig, kom. Wauw, nee maar eerlijk, wat ga je doen? Broer, zij gaat rijk zijn, broer. Nee, ik wil weten, wat ga je doen dan, dat je ons verlaat? Wat is er zoveel beter dan ons dan? Freelancen. Wauw. Ze zegt niet eens iets. Freelancen. Wat ga je freelancen? Je kan ons toch ook freelancen? Hey, stuur even allemaal een DM naar Aquasi. En zeg, hey, die boys van Brainfarts die willen dat Noortje blijft. Brainfarts is niet hetzelfde zonder Noortje. Stuur money. Als Noortje weggaat, boycott zwart. Oh shit, dat komt niet goed. Shit. Laten dat we dit even opnieuw doen. Jesus. Jesus Christ. Oh my days. Je bent veranderd, man, bro. Ja. Nee, maar als je het zo zegt, hoe ik het zei, dacht ik, hey, dit kwam niet hetzelfde uit als hoe ik het... Ja, boycott omroep zwart. Ja. Niet boycott zwart. Zeker niet. Nee. Ik heb een hele mooie zwarte televisie. Ik zou hem houden. Goed. Hey. Gefeliciteerd met je nieuwe baan. Gefeliciteerd met je nieuwe baan. Freelancen. Ik weet niet wat de fuck dat is. Maar, dat is gewoon eigenlijk gewoon ik werk overal, maar nergens. Gewoon asielzoeker. Gewoon asielzoeker inderdaad. Ik werk, maar ik werk niet. Je bent gewoon een buitenlander. Dat is wat je bent. Freelancer. Je zegt tegen iedereen dat je werkt, maar je werkt niet. Gewoon uitkering. Is wel een, jullie hebben me aangestoken. Ja, tuurlijk. Wij als buitenlanders doen dat. Wij steken mensen. Als je op plekken komt, zeg maar, ja, ik ben een freelancer. Ja. Nou, wat doe je dan? Gewoon een beetje van alles en nog wat. Hier en daar. Media, entertainment en dingetjes. Een tijdje terug zaten vier meiden in de trein hardop te roddelen over ene Kevin. Net voordat ik uit moest stappen, liep ik naar de meiden toe en zei... Kevin is een vriend van mij en weet nu alles. Wow. Ik ken geen Kevin, maar hun gezichten waren priceless. Oh, hard. Mooi. Ja. Goeie joke. Ja, dat is een hele goeie. Maar als je echt zeg maar een mattie was zeg maar, van die Kevin, dan ook lauw. Ja. Want je weet toch, bros before hoes. Ja. And if the hoes are before the bros, then it ain't no bros. But there's nog maar steeds hoes. Maar er is nog steeds Ja, ik zeg toch? Ja. Ja. Ik heb een verhaal van iemand. Hij had vroeger zeg maar een vriendin. Ja. Maar zijn vriendin die stapte de bus in. Die ging zitten. Mm. En voor haar zat er een meisje te appen met hem. Mm. Dus zijn vriendin ziet een meisje appen met hem. Oh. Ja, wat gaan we doen dan? Oh. Snap je? Oh. Snap je? Dat is ook eng. Hij vertelde me die. Ik zeg, nee bro, dit kan nooit waar zijn. Hij zegt, broer, geloof me, dit is gebeurd. Hij zegt, we zijn uit elkaar. Nee, goh. Ja, maar het is gek. Dus stel je voor, je loopt de tram in of de bus, dan in dit geval. En je hebt die verhoging, toch? Ja, ja, en dan ja. Die mensen voor je zitten lager. Je ziet gewoon gesprek. Je ziet kont eten het hele gesprek. Hij zegt van, ik ga je kont eten. Ik denk, hé, hey, is mijn vriend. Hij zei, hij moest werken. Zij denkt, faya wel, die is man. Faya, hè? Die is gek. Die is me altijd blijven hangen, man. Die, die is dat gek. Verhaal. Ik ben wel een meeluisterer, zeg maar. Als ik meeluisterer? Ja, 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 ja. Als ik zeg maar... Afluisterer. Toen ik nog met de trein ging, want ik hoef niet meer met de trein te gaan. Nee, natuurlijk niet. Je koopt een trein. Nee. Je hebt een trein. Nee, zeker niet. Maar toen ik nog op de trein zat of op metro, vond ik het zo leuk om mee te luisteren met mensen, hun problemen en met mensen, hun telefoongesprek. Soms had je ook van die boze buitenlanders. Ja. Wat bedoel je? Je hebt me niet bezien! Oh, geweldig. Ja. Youssef, ik ben 7 maanden zwanger!
Wat doe je dan? Niet op deze app, jezelf! Ja, gewoon dat soort pijn. Ja. Dat zie je dan zeg maar in de metro. Dat vind ik zo mooi. Ja, en dronken mannen. In de bams. Metro of zo, bams. Gewoon die gewoon echte dingen roepen. Bams. Waarvan je denkt van, wat zeg je nou allemaal? Bro, ik was ook een teringleier, bro. Ik weet nog dat in die periode van toen een soort van prank en zo aan was. Je weet toch? Toen ging ik ook gewoon zeg maar in de trein zeg maar gewoon random mensen filmen. En grap, denk van, bro, wat de fuck ben je nou aan het doen eigenlijk, man? Maar ja, goed, je weet toch, ik was jong. Ja, jong. Snap ik. En je was toen ook gewoon nog aan het chillen met Snapking en zo. En nee. Nee, maar ik weet niet waarom. Dat deden zij vroeger. Ik had een keer zo'n stofzuiger bij. Weet je wel, die handstofzuiger? En er was een man in de trein. Hij was in slaap gevallen. Klopt. Ja, dat kan ik me herinneren. En ik deed die stofzuiger zo bij hem. Hij schrok helemaal wakker, toch? En ik ging brokken. En ik zet die shit gewoon online. Gewoon een random guy online gooien zonder toestemming, zonder niks. Je weet toch? In die tijd kon dat nog. Nu kan het echt niet. Nee, dat zou ik ook niet zomaar doen. Ja. Ik zou nu sowieso niet iemand zomaar op internet gooien. Nu. Nee, ik zou nooit iemand filmen. Maar ook niet midden op straat. Ik zou het niet fijn. Zeg maar, soms hou ik mijn telefoon op een bepaalde manier, toch? Yeah. Dat het lijkt alsof ik film. Yeah. Toch? Yeah. Maar dan heb ik dat door en denk van, maar stel je voor die mensen denken nu ik film ze of zo. Yeah. Ik ben er heel erg scherp op of zo. Weet je wat ik heftig vind? Er zijn gewoon chickies die zeg maar in de trein zichzelf opmaken. Ja, maar wat is daar zo raar aan? Ja, dat doe je toch thuis? Gewoon echt helemaal een tas uitpakken. Ja, maar sommige chicks hadden misschien geen tijd. Spiegel zetten zo voor die dingetje, zeg maar. Gewoon lijp. Nee, dat heb ik nooit gezien, man. Oh my days. Maar dat heb ik nooit gezien. En je zeg maar, je komt naar binnen, ze lijkt op je neef. Ja. En wanneer je zeg maar een uurtje verder gaat uitstappen, denk je, ze lijkt op je neef met make-up. Het is gewoon je neef. Hij is trans, hij is gewoon daar nu. Ja, bro. Dat heb ik nooit gezien, man. Nee? Mensen doen gekste dingen. Bro, ik zag ook in de laatste TikTok voorbij dat mensen gingen koken op de trein. Je hebt, zeg maar, je hebt zo van die... Op de trein? Op de trein! Dat was in India. Nee, je hebt zeg maar zo'n een pan. Die zeg maar warm wordt uit zichzelf, zeg maar. Ja, zo op die. En dan doen ze gewoon eten. En beginnen ze gewoon te bakken. Niet barkie. Bro, het stinkt. In Nederland gewoon. Nederland! Lijf. Waarom natuurlijk weer buitenlanders die aan het doen waren, bro. Wie anders, bro? Tuurlijk. Buitenlanders verpesten alles. Like, alle buitenlanders. En niet alleen mokros, hoor. Sorry, mokros. Maar alle buitenlanders zijn gewoon dat kut. Dat is niet normaal. Ja. Ja. Maar wel, ja. Maar bro, buitenlanders komen altijd met deze dingen. Bro, ik ging een keer naar de bioscoop. Ik vind Nederlanders niet zo creatief genoeg met zulke dingen. Bioscoop Rotterdam-Zuid, bro. We gingen naar Recep Evedik. Ja, die Turkse film. Dus die, je weet toch, die zaal vol Turken. Tuurlijk. Allemaal, geen één Nederlander. Tuurlijk. Bro, je weet toch hoe je zeg maar geen eten mag Recep meenemen? Recep Evedik is wel jullie lijpen, toch? Qua respect. Ja, is wel op niveau van lijpen. Toch? Ja. Maar vertel. Maar zeg maar, je weet toch hoe je geen eten mag meenemen in de bioscoop? Toch? Geen snacks en zo, bro. Deze Turk kwam met pannen. Ja, rotter. Gewoon tipsy. Gewoon pan met sarma, met eten, bro. Lijf. En ze waren gewoon zo'n bord aan het doorgeven. Hoe die hele zaal stonk naar eten. Ja, dat zijn buitenlanders, bro. Dat zijn wel echt buitenlanders. Ik ga niet voor je liegen. Ik neem ook gewoon nog steeds dingen mee van huis, man. Zeker. Snacks. In de bios, ja. Ja, behalve popcorn, want popcorn vind daar wel lekker. Popcorn moet gewoon vers zijn. Maar daar je zo, drinken zou ook vanuit huis meenemen en Skittles, M&M's, dat soort dingetjes. Jullie weten dat popcorn niet vers is in de bioscoop, toch? Ja, maar echt? Thuis uit een zak ook niet. Nee, thuis kun je het wel vers maken in de microwave. Ja, dat kan. Ja, maar het is veel werk. Het is veel werk. Popcorn moet je gewoon kopen bij de bios, vind ik. Ja, toch? Is gewoon popcorntje lekker. Wel. Prima. Beetje warm daar zo. Dingen vind ik ook wel lekker, zo die nachos met die dip ja, zo. Met die kaas, met die guacamole zo. Gesmolten kaas, guacamole. Oh, lekker, dat vind ik wel lekker hoor. Conclusie. Buitenlands verpest alles. Nou ja. PVV aan de macht. Ja. Ja. Goeie conclusie. Ja. Vraag ik je iets minder sarcastisch voorlezen? Wat is er, wat de fuck, wat, nee, maar wacht, heel even. Je leest het soms zo cynisch voor dat je daarmee het kaartje overpest. Wauw, cynisme. Cynisch. Excuse me? Kom, ex-cynisme, kom. Excuse me? Goed, volgende. Ben je klaar voor? Ik ben gewoon even gewoon flabbergasted, gewoon Noortje, wat? Wanneer, vind jij dit ook? Je leest het wel met een accent. Ja. Het is hoe bedoel je met de accent? Wat? Gewoon zo buitenlands. Is dat wat jij bedoelde, Noortje?
Nee, natuurlijk niet. Ik denk dat hij liever wil dat jij racistisch bent dan cynisch. Maar hoe? Nee, sarcastisch? Lees het gewoon cynisch voor. Je zegt, maar je praat alsof het iets stoms is terwijl je het nog niet gelezen hebt. Wow. Ik zat laatst in de trein. Ja, dan klinkt het ook kut. Dat doet je na. Hey, yo. Ja, laatste keer. Ik heb ook scheid, hè. Maakt me niet meer uit. Hoef ik haar nooit meer te zien hierna. Luister gewoon. Nessum gaat het weer voorlezen. Einde bericht. Mijn buurman heeft een grasmaaier van bijna 5000 euro... die hij gisteren in de voortuin heeft gezet met een plak. Met een plakkertje erop. Zie je het? Zie je? Dit vind je beter. Ja. Dit vind je beter. Ja. Jongens, wacht nou even. Gaat niet goed. Mijn buurman heeft een grasmaaier van bijna 5000 euro... die hij gisteren in de voortuin heeft gezet. Met een plakkertje erop. Gratis af te halen is kapot. Toen het donker was, heb ik het ding meegenomen... en de volgende dag naar de reparatie gebracht... wat me 25 euro heeft gekost. Afgelopen weekend de maaier voor het eerst gebruikt... en de buurman kwam... En de buurman kwam me meteen vertellen dat hij er ook zo één had. Maar dat de waardeloos afgehaald was. Waarom zijn deze tekst ook zo lang? Waarom kun je niet voorlezen? Ja, man. Ik kan dit voorlezen. Jawel. Ik doe toch ook gewoon mijn best. Je deed echt je best, broer. Je knipperde niet. Niks. Luister, waar het op neerkomt, ja. Hij heeft een grasmaaier van zijn buurman gepakt. Die 5000 euro waard is. Ja, was kapot. En hij heeft hem laten maken, heeft hem 25 euro gekost. Ja. Daarna heeft hij hem gebruikt. En zijn buurman zei, hey, die had ik ook. En zei dat het een waardeloos apparaat was. Maar waarom zou je hem gebruiken? Waarom verkoop je hem niet? Heb je wel eens iets gekocht en doorgestoot? Nee, als in iets wat kapot was of iemand die niet wou. En dan denk ik van, hey, fuck it, ik kan het wel doorverkopen. Nee, ik gooi meestal dingen gewoon weg. Ik gun niemand wat. Ben je geen marktplaats? Nee, hè? Ik vind het te langdradig. Ik haat het wanneer mensen met mij willen onderhandelen. Dat is wel irritant. Krijg de tyfus met je onderhandelingen. Ik zet het al te koop voor 5 euro. What the fuck, bro, wil je nog meer? Laatst, ik zet niet dingen te koop voor een paar honderd euro. Ik zet ze max te koop voor 50 euro. Ja? Als ik 50 euro zeg en jij zegt ik geef je 35. Zie ik eruit als een junk. Dat ik denk van 35, wow. Ik heb het nodig. Nee, dit is de prijs. Dit is gewoon wat die waard is. Wat is 50 het laagste? Euro. Wat is het laagste wat je hebt verkocht ooit op Marktplaats? Ja, ik denk echt voor 50 euro iets. Ja? Ja, ja. Ik heb volgens mij wel eens een keer voor 15 euro wat verkocht. Ja. Ja. Geld is geld, toch? Weet ik. Geld is geld. Maar, vind je mij nu een zwerver? Ik ga niet al die moeite doen thuis blijven voor 15 euro. Nee, maar ik heb dan wel zeg maar een paar kopers op een dag, hè? Ik doe niet... ik doe er niet één. Nee, hallo? Ik ga daar niet lekker op, man. Ik vind het gewoon vervelend, bro. Kijk, ja? Zeg maar, als... Kijk, ik heb dan liever, toch... Dat jij tegen me zegt, bro, laat me je hele kelder checken, toch? Ik verkoop het, geef mij commissie. Dan zeg ik, prima, bro, let's go. Zeg maar, gewoon 50-50. Ik heb laatst weer wat dingetjes verkocht op Marktplaats. Ik heb een fitnessapparatuur heb ik verkocht die ik op zolder had liggen. Ja. Heb ik erbij geschreven, ik til niet mee. Dus neem iemand mee om het mee te tillen. Want ik ga niet elke keer op en neer. Ik zei ook erbij, ik heb een rugblessure. Je loopt, ja, ja. Ik heb een bed verkocht laatst. Ik had nog een extra bed. Ja. Ik ook verkocht. Hoppakee. Met matras? Met matras, 2,25. Nee, maar matras was ongebruikt, hè? Was nieuw. Dat zegt iedereen op Marktplaats. Ja, dat zegt allemaal. Twee keer pach opgeslagen. Maar dat weten hun niet. Ik heb wel altijd een Nederlandse naam op Marktplaats. Ja? Ja. Netjes. Ik heb niet mijn eigen naam, nee. Waarom? Want ik koop wel eens wat van Marktplaats. En dus bijvoorbeeld gewoon, weet ik veel. Wat is je Nederlandse naam? Een wc-borstel. Wc-papier, hè? Wat is jouw Nederlandse naam dan? Joep. Heet jij Joep? Ja, thuisbezorgd. Jij lijkt niet op een Marktplaats. Joep. Doe dan Wesley geef niet, of zo. Geef niet, maar op het moment dat ik schrijf en een afspraak maak... Joep, bro. Ik Wesley, ben Joep. Bro. Doe Wesley. Nee, ik ben Joep. Sebastian. Nee, maar kijk, Joep is zo'n naam dat je denkt van ja, dat verzin je niet. Hoe, wat voor een Nederlandse naam zou je kunnen... Wat zou ik echt kunnen hebben? Kutturk. Oh. Sorry, wat vroeg je? Waar zou ik mee weg kunnen komen? Welke Nederlandse naam? Ja, Sander. Sander? Ja, of Sandro. Nee, Sander. Pretentieuze naam gewoon. Juist, pretentieus. Sander? Ik ben Sander, ik doe dit. Nooit over nagedacht. Jawel, Sander. Je bent geadopteerd? Dat wel. Je bent geadopteerd? Ja, maar... tuurlijk, want je ziet er niet Nederlands uit. Nou.
Ik nee, zie er niet Nederlands uit. Je slaat wel de spijker op zijn kop hoor, Noortje. Sander, man. Je bent de Sander. Maar hoezo zie ik er niet Nederlands uit? Omdat jij... Bro, ben je serieus? Hoe moet je er Nederlands uitzien? Waar? Oh ja, nee, klopt. Jij ziet er typisch Gronings uit. Jij, toch? Ja, tuurlijk. Hallo. Daar schijnt de zon. Dus de zon is dichterbij. Ja, daarboven. Bro. Hallo. Ja. Van alle olie daar zo in Groningen. Ja. Daarom. Sander, joh. Wow. Sander, ja. Jij lijkt zo'n pretentieuze Sander. Ik ga naar de gym. Yeah. Ik ga 4 keer per jaar op vakantie, maar alleen naar Griekenland. Wauw. Ik ben een DJ. Je kan mij boeken. Ik draai de hele nacht voor 50 euro. DJ Sander. DJ Sander. Ook heel erg vet kut. Om gewoon DJ voor je naam te zetten. DJ Sander. En waarschijnlijk heet er nu een DJ Sander ergens in Nederland. Sowieso. Kan niet anders. En door de week is Sander marketing communicatie specialist. En bij schilder. Een heel groot kantoor net buiten de Randstad. En schilder. Hij schildert ook. Jesus Christ. Hij schildert. Sander, nee, Sander is een schilder, Noortje. Kijk naar hem. Eigen bedrijf of bij iemand? Nee, je schildert gewoon freelance, net als Noortje. Ja, je bent een freelance schilder, net als Noortje. Vleermuis. Ja, vleermuis. Heb jij wel eens iets geks doorverkocht, behalve die Chanel-tas en die Louis Vuitton-tas uit Frankrijk? Ik heb een keer... Toen kocht ik een Moncler-jas. Wow. Vond ik hem toch eigenlijk niet zo bij mij passen. En toen heb ik hem voor meer geld door kunnen verkopen. Maar een echte Moncler-jas? Ja. Tuurlijk. Maar je bent zelf naar Moncler in de winkel gegaan en je hebt een Moncler-jas gekocht? Nee, vintage. Oh, je hebt een vintage Moncler-jas gehaald. Voor nog hoeveel duurder. Heb je die jakken gehaald dan? 300 of zo. En verkocht voor? Prima. 500. Prima. Dat is op zich wel goed. Goeie. Ja, jij moet geen Moncler dragen. Nee, je bent geen Moncler-chickie. Je bent geen Moncler-chickie. Nee, heb je ook een Gucci-pet erbij gehaald toen? Nee, ja. Dat zou echt mooi zijn. Nee, maar wat heb je? Dus je hebt je Moncler verkocht en dan heb je daarmee een Jack Nicholson jas gekocht? Of? Jack Nicholson, wauw. Wow. Throwback. Hey, para jumpen iets. Conclusie, Noortje wil de Marokkaan zijn met een Moncler jas. En ze heeft Jack Nicholson jas. Ja. Ik heb een nieuwe vriendin. Ja. En vorige week is ze voor het eerst blijven slapen. Mm. Toen ze de keukenkastjes openmaakte om te zoeken naar ontbijt, begon ze heel hard te lachen. En vroeg of de smoeltjes en chocopops van mij zijn. Toen heb ik in paniek gelogen dat ik een neefje van 6 heb. Sukkel. Hoezo zou je je schamen voor smoeltjes? Chocopops zijn aan. Wat zijn smoeltjes ook alweer? Die koekjes, die speculaaskoekjes. Ah, daar, die, ja. Ja, die bro. Wat waren jullie favoriete zoetige snacks vroeger op school? Een appel. Ik had er niks. Zoetige snack? Appelkoekjes. Je weet toch die goedkope van de Aldi? Die waren wel gek. Bro. Weet je welke... Laten we eerst zeggen, welke vond je het gekste die je bij anderen zag? Wow, cheese strips. Ik vroeg me altijd af hoe dat zou smaken. Die dipper? Ja. Die hadden mensen ook. Ja. Wow. Eigenlijk alles wat jij wel had. Weet je wat ik had van koekje? Ik had zeg maar... je weet toch die grote prinskoeken, zeg maar? Maar van de Aldi. Die grote pak zo. En dan nam ik er 1-2 mee in zilverpapier. Ja. En dat was mijn koekje. Ja, chill. Prima. Chill. Prima. Op basisschool had ik eigenlijk pas toen eenmaal vanaf groep 5... hoefde ik niks meer te eten op basisschool of nee, zo. Jij rookt al. Gewoon lunch of zo. Ik rookte toen al. Nee, maar je weet toch, om 12 uur mocht ik naar huis. En dan had ik een uurtje pauze. En thuis was echt 1 minuut lopen. Yeah, snap je? Dus van 9 tot 12, ja, ik heb ontbeten, toch? Dan ga ik niet nog eens om 10 uur weer wat eten. Yeah. Dus om 12 uur kwam ik thuis. Ja, maar jij woonde frikandellen in de buurt van huis. De frikandellen lagen al op tafel. Wow. Was gewoon lunch. Wow. En dan... En dan ging ik gewoon weer naar school. En dan was het weer pas avondeten. Ja. Het leven was mooi. Bro, ik had een jongen bij mij vroeger op school. Die kreeg bijna elke dag of een chocoladekoek of een donut als middageten, zeg maar. Van de bakker gewoon, toch? Ja. En ik had zeg maar gewoon mijn boterham met kipfilet van thuis, zeg maar. Gewoon, ja. Hij wou altijd met mij ruilen. En ik snapte dat nooit. Waarom wil jij mijn brood van thuis hebben, terwijl jij gekke bakker shit hebt? Je weet toch? Zeg maar, bro, dan was je... pretentieus of ik weet niet of ik het goed gebruik, maar je weet toch? Je was gek. Tuurlijk, ja. Snap je? Maar hij wou altijd mijn boterham hebben met kipfilet. En ik kreeg zijn donut. Ik was blij. Hij vond het gewoon lekker. Want ik kon dat niet halen. Ja, ik hoor je. Sommigen hadden echt top tier shit, man, bro. Sommigen hadden zelfs fucking drinkpakjes, bro. Wiki, Mickey, Likkie, al die shit, bro. Melk. Ook kinderen die overbleven. Ja. Die hadden ook doekoe, bro. Hoe betaalde je 2 euro per dag?
Je betaalt 2 euro per dag. Dat is 10 euro in een week, hè? Ja, bro. Wat je betaalt. Zodat die kinderen blijven overblijven. Blijven opblijven. Ja. Ik moest ook wel overblijven vroeger, hoor. Ik moest overblijven. Maar jullie hadden ook doekoe. Nou ja, mijn ouders die werkten gewoon allebei. Doekoe. Snap je? Ja, ik moest overblijven. Ik wilde altijd overblijven. Ja? Het leek mij zo gezellig. Nou, val wel mee. Je gaat eten op school. Je bent met 4 buitenlanders en 2 tata's. Ja, je zit daar gewoon. Leven is kut. Kijken naar elkaar. Ja, ja. Daarna mag je naar buiten spelen. En dan moet je nog wachten tot iedereen van thuis komt. Dus eerst ben je nog even alleen op schoolplein. Oh, ja. Ook leeg. Ah, oh, dat is ook wel kut, ja. Ja, bro, dat valt niks te maar doen. Voor mij leek het altijd van, oh, wat leuk. Maar voor mij was het niet... Nablijven. Veel mensen dat bleven... Was leuk. Nee, man. Jawel, man. Neuken, man. Bro, iedereen tap. Die heeft neuken. Nee, op het nablijven nu je het zegt. Weet je wat ik 1 keer heb gedaan? Ik moest dus nablijven, een uur lang, op basisschool. Nu, en daarom, man, zeg maar, deze blijft ook altijd tot mijn dood. Ik moest nablijven een uur. Hey, Bek. Maar onze directeur was ook onze leraar. Directeur. Directeur. Was ik directeur? Onze directeur. Directeur. Yeah. Onze directeur. Hij was ook onze leraar tegelijkertijd. Je weet toch, onze meester. In groep 7 of 8 was dit. Hij ging naar beneden. Hij ging wat printen of wat dan ook. Maar hij bleef al best lang weg. Al 10 minuten, een kwartiertje. Hij was nog steeds niet. Maar ik denk, fuck man. Drek Bazier straks ook nog op tv. Je weet toch, ik ga het missen. Ik denk, fuck deze chappie. Ik schrijf op het bord met krijt. Ik zeg, meester, ik moet naar huis. Ik had tandartsafspraak. Zo groot op het bord, hè? Dag. En ik ben Loeso, ik dip hem. Ik ben Osso, ik vertel niks. Ik ben gewoon aan het chillen. Kijk, mijn Dragon Bazie, dit blad. Het leven is mooi, broer. Het is 4:15. Ik ben nog steeds, ik ben gewoon Osso. Ja. Want ik zou pas om 4:15, 4:30 thuis zijn normaal. Ja. Ik ben, het leven is goed. Nu komt mijn moeder naar boven. Ze zegt van, en hoe was tandarts? Hoe bedoel je? Ze zegt, ja, de directeur belt net. Hij zegt dat hij wou weten of je echt een tandartsafspraak had. Ze zegt, mama, kijk! Ja, maar wat was dat? Ik zeg van, ja. Ze zegt, ja, ik heb maar gezegd van, dat je bent gegaan met je vader. Je weet toch? En dat jij straks thuis bent van tandarts, maar dat het ook klopt. Yeah. Maar doe dat niet meer, zei ze. Hey, shout-out naar mijn moeder, man. Shout-out naar mijn moeder, man. Wow. Ik zeg je eerlijk, mijn man. Ouders zouden mij snitchen. Bro. Mijn ouders hebben scheid. Ze hadden scheid aan mij, bro. Ja. Leraar had altijd gelijk. Ja, ik hoorde. Maak net wat ik deed, wat ik zei. Ik hoorde. Maar mijn moeder, die was... rest in peace, man. Lief. Ja, lief. Gewoon ze was lief. Ja. Ik hoor je wel, man, bro. Shit, man. Ja. Shout-out naar Chocopops, man. Shout-out naar Chocopops. Mijn dochter heeft ze allemaal. En dit is mijn doel in het leven. Om elk weekend, toch? Voor maandagochtend alles op te maken. Zodat zij maandagochtend gewoon een broodje moet eten. Wow. En ik alle Chocopops heb opgegeten. Wow. Dat is mijn doel elke week. Oh. Ja. Ik heb gisteren... Gun haar niks. Ik heb gisteren iets voor Asset gekocht. Wat ik vroeger ook heel graag wil hebben, man. Dat is wat we doen. Heb je gezien op mijn story, bro? Ik had die vrachtwagen met die 2 auto's die erin kunnen. Die gele en die rode auto. Heb je die? Met die grote vlag om te spelen, bro. Ik zag die altijd bij andere kids. Wauw. Classic. Sick. Ja, man. Action man toch ook, bro. Gek. Bro, ik had matties, bro. Ze hadden alle action mans. Ik wou er gewoon 1. Geef me 1. Ik wil 1. Nee. Hij had er 20. Ja, kijk, action man in de jungle. Action man, daar. Irkai had action mans, bro. Voilà. Ja? Wat? Maar ik kende hem niet zo jong. Nee, bro. Ik ken hem al sinds jong, bro. Bij zijn brada en zo. Wat gekke action man, bro. Ja, dat geloof ik. Ze hadden pap. Tering, pap in die tijd. De nummer 1 reden waarom ik therapeut ben geworden... is omdat ik gewoon heel erg hou... van roddels over andere mensen hun levens. Respect. Ja, het is tuurlijk. Wat is de laatste rol die jij hebt gehoord? Ik ben niet echt in die game, man. Nee. Je hoort wel eens wat dingen... geroezemoes in de muziekindustrie of wat dan ook. Maar ja, je weet toch. Heb je geen juice? Heb je niks geks? Nee. Ik heb wel het gevoel dat mannen niet echt even... niet veel roddelen of zo. We doen het wel, maar anders. Nou, in de muziekindustrie gebeurt het wel veel, hoor. Ik heb meer vrouwen die praten meer over... Klopt. Ze praten graag over andere mensen. Yeah. Terwijl mannen meer praten over dingen. We houden
Van, ja. Wij houden ervan om over auto's te praten of over chocopops. Hè, yeah, 40 minuten lang over chocopops praten. Dan, yeah. Dat zijn mannen. Maar niet de hele tijd van, heb je gehoord van die en die? Nee, precies. Ja, nee, maar ik zeg je eerlijk hoor. Ik heb hem laatst met die schoenen gezien. En dan dacht ik, het is geen zwerver? Nee, ja, die takjes die zijn er niet. Nee, wij roddelen alleen over Noordje. Ja, ja. Waar ik bij ben. Zeker. Maar ik zag laatst in het Engels hoe ze dat roddelpraat van vrouwen. Daar is een Engels woord voor. Japping. Jap. Shanice, your mouth is moving a lot. Like a rat. Yes. Jappa. Shut it, please. Is dat van die Michael Depa? Ja. Ja. Dit is echt goud, dat filmpje. Wat was jouw laatste roddel die je had gehoord, Noordjer? Ja, ik weet niet of ik dat kan vertellen. Ah, geen namen, zonder namen te noemen. Zonder namen te noemen, gewoon. Ik bedoel, dat jij zwanger bent, dat weten we al. Dat weten we allemaal. Van Tim. Alleen Kai weet het nog niet. Maar ik moet wel zeggen, ik heb dus een van mijn beste vriendinnen. Standaard als ik haar zie, dan ploft op de bank, zegt ze... Oké, meiden, wie heeft er nog roddels? En dan begint er wel even zo'n heel lekker roddelkwartier. Ik hou daar wel echt van. Ja? Lijp. Het is ook lelijk, maar het is ook lekker. Ja. Lelijk en lekker. Lelijk en lekker gaat allebei samen. Ja. Nou, lekker lelijk. Lelijk, lekker. Ja. Lelijk, lekker. Doe even lekker lelijk, vind ik lekker. Oh, heerlijk. Lekker. Ben je lekker, dan ben ik lelijk, weet je. En als je lelijk bent, vind ik het lekker. Ja. Dan ben je lekker lelijk. Gaat gewoon lekker samen. Is er over jullie wel eens geroddeld? Zeker. Dat je dacht, ja, dat is dus echt niet waar. Niet dat ik weet. Nou, een roddel wat van mij wel eens is rondgegaan, is dat mensen zeggen dat ik mijn achternaam heb veranderd naar de achternaam van mijn vrouw. Terwijl dat helemaal niet waar is. Ik weet niet hoe de fuck mensen daarop komen. Hoe weten mensen dat? Ik heet, zeg maar, mijn naam is gewoon Nissim Ahmadi. Ja, dat is de naam van je vrouw. Toevallig ook. Dat is haar achternaam ook, toch? Nee, ja, omdat ze met mij is getrouwd. Ja, dus is dan haar heb achternaam jij haar achternaam aange... Nee! Wat zeg jij? Je maakt het nog ingewikkelder dan het is. Hond! Ja, want ik weet hoe jouw achternaam was voordat je getrouwd was. Wat dan? Nagy B. Dat is helemaal niet waar. Mijn vader heeft zijn achternaam veranderd toen hij in Nederland binnenkwam. Ja, ja, naar Ahmadi. Ja, ja. Omdat hij natuurlijk voor vluchteling was. Werkte. Ja. Nee. Laat maar. Weet je wat? Laat maar. Ik wil het niet eens meer uitleggen. Noortje, is er ooit een erge roddel over jou verteld? Ja, gewoon vroeger toch over die heeft met die gezoend en dat. Dat was dan niet waar. Hebben ze wel eens gezegd of, dat je op school of dat jij een piemel hebt of zo? Dat het dan zeg maar doorging van, oh, Noortje heeft een piemel. Dat was geen roddel. Nee, dat was gewoon waar, hè? Oh. Maar wie heeft er een grote lul? Jij of Kai? Wie bent? Ik heb zwaar vechten. Nee, oké. Ja. Lachen. Conclusie? Noortje heeft een grote lul. Nee. Ze is zwanger. Progressie. Noortje is zo'n apart figuur. Zeg maar, als ik haar zou moeten uittekenen, ik zou niet weten waar ik zou moeten beginnen. Ja, wat voor... Ja, ik hoor je. Heel ik hoor je. Apart figuur. Waren dat ze? Dat waren ze. Bedankt voor het luisteren. Check voor ons het kijken. Op NPO Plus. En check ons op YouTube. En op Spotify. En geef ons 5 sterren op Spotify. Of 5,5. Dat kan niet. Dan 4. En shout-out naar de zus van je moeder. Dat is je tante. Shout-out naar je tante. Shout-out naar je vader. Die kan ook je tante zijn. Als je uit Euren komt. Dag!